Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we enkele wolkenvelden boven Nederland, maar we zien ook opklaringen. Dat is meteen ook het beeld voor vandaag. We hebben een mengeling van wolkenvelden en zonnige perioden, waarbij de zon vanochtend het vaakst in de kustregio's waarschijnlijk schijnt. Vanmiddag zien we dan wat vaker de zon doorbreken in het binnenland. Temperaturen zijn op zich prima. In een groot deel van het land wordt het zo'n 14 tot 16 graden. Alleen de zuidwestenwind houdt de temperatuur in het noordwesten duik lager. Daar wordt het rond 10 graden. Blijft overal droog vandaag, ook vanavond rustige omstandigheden en opnieuw enkele opklaringen bij temperaturen halverwege de avond rond de 9 graden. Dan morgen de verkiezingen. De wind waait dan uit het noordwesten, maar voert geen regen aan. Het is opnieuw een mengeling van zon- en wolkenvelden. En het is nu nog moeilijk te zeggen waar de zon het meest zal schijnen. We verwachten maximaal tussen de 12 en de 14 graden. Donderdag waarschijnlijk meer ruimte voor de zon en dan kan het 13 tot 16 graden worden. Vrijdag neemt er in de loop van de dag de bewolking toe. En dan kan er ook wat regen gaan vallen later en vanaf zaterdag breekt een wisselvallige periode aan.